Hallo, ik ben Cora Smelik, gedeputeerde van de provincie Flevoland. En ik ben ontzettend trots en vereerd om vandaag in ontvangst te mogen nemen de inspiratiewaaier voor de voedseleducatie. Een inspiratiewaaier die heel belangrijk is om ons op een andere manier over voedsel te laten nadenken. Eigenlijk omdat wij dagelijks op eenzelfde manier met voeding omgaan, zonder nadenken eigenlijk het eten in onze mond stoppen. Terwijl we heel goed kunnen nadenken over wat nou echt gezond is. Hoe kunnen we meer plantaardig eten? Zijn we niet te veel calorieën aan het innemen? Is het niet te vet? Maar gezondheid van de leefomgeving is ook heel erg belangrijk. Verspillen we niet te veel voedsel? Zorgen we niet dat het voedsel de hele wereld overgaat voordat het uiteindelijk op ons bord komt? Ook gezondheid in onze omgeving, de lucht niet te veel vervuilen, de bodem niet uitputten, is ontzettend belangrijk. Mijn oma wist precies welk seizoen en welke groente te krijgen was. En misschien moeten we daar wel naar terug. Deze inspiratiewaaier geeft heel veel tips over het voorkomen van voedselverspilling, het verkorten van ketens. Ik denk dat deze waaier met al deze elementen erin heel veel inspiratie kan opleveren. Niet alleen voor studenten, maar ook voor ondernemers en andere inwoners van Flevoland. En ik wens jullie daar dan ook heel veel succes mee. En ga vooral goed door met het goede werk. Dankjewel.